Ja, hele goede dag. Wij zijn druk bezig op de nieuwe locatie natuurlijk om alles in gereedheid te brengen voordat we straks weer los mogen. Maar jullie zijn allemaal enorm benieuwd, horen wij in de telefoontjes. Dus ik heb eventjes een filmpje gemaakt over hoe het er nu bij ons eruit ziet. En ik wil jullie graag eens even mee naar binnen nemen om te laten zien hoe ver we zijn en hoe mooi het eruit ziet. Dus kom mee naar binnen. Hier zijn we in de hal en dan lopen we rechtdoor naar de liften toe. En dan gaan we naar de vierde etage. Kijk, nu zijn we op de vierde etage. Kijk, de vier. En dan hebben we hier de gang waar het allemaal gaat gebeuren. Deze plaats is gereserveerd voor de scootmobielen. En als je hier dus de gang op loopt, links heb je de ontmoetingsruimte. Kijk, de vlag hangt er al. Welkom. Hier gaan we dus koffie drinken met z'n allen. En ook hier gaan we koken. Hier is dus een helemaal nieuwe spliksplinter, nieuwe keuken geplaatst voor de kookactiviteit. Mooi ruim. Dus hier kunnen we lekker aan de gang. Ook een kookplaat waarbij de rolstoelen eronder kunnen. Dus dat is helemaal mooi. Nu gaan we kijken bij het Vaardig en Creatief lokaal. Hi Marleen. Hi. Nou, dit is dus Vaardig en Creatief. We zullen jullie even een rondleiding geven. Hier bij de deur hebben we zowel links als rechts onze, wat voorheen de berging was, onze voorraad staan. We hebben ons eigen aanrecht, dat is wel zo fijn, toen we zelf alles schoonmaken. Hier de stellingkast met alle bakken. Hier komen nog schuifwanden voor, zoals we voorheen ook hadden. Dus dat wordt gewoon één wit vlak. Nou, de tafel waar we met z'n allen rondomheen kunnen zitten, twee aparte tafels. En hier in de hoek hebben we een kast en daar zit voornamelijk alles van tekenen en schilderen in. En droge planken waar werkstukken opgelegd kunnen worden. Dus dan hoeft dat niet allemaal meer op tafel te liggen. Dat is heel in het kort hier. En dan hebben we onze houtruimte nog, waar ook speksteen zal gaan plaatsvinden. En hier hebben we nog een opruimklus zoals jullie zien. Die gaan we alles nog verder inrichten. Heel veel spullen. Ja. Maar dat komt goed. Daar hebben we alle vertrouwen in. En nog even de tijd voor. Maar ik kijk ernaar uit dat we hier met z'n allen aan de slag kunnen. Hier zijn we in de computerruimte. Leo, vertel eens. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Ja, het is zo jammer, hè, dat we niet kunnen starten. Want kijk even om je heen. Wat een ruimte. Wat een rust. Wat een licht. Het is hier echt geweldig. Computeraantallen zijn nog niet compleet. Maar ja, ik heb begrepen dat onze ICT-afdeling heel erg druk is. Dus dat kan wel even duren. Maar ja, jullie mogen hier toch niet komen. Dus we hebben nog even speling. Wat ik heb gedaan is, natuurlijk de computers. We hebben ruimtes hier al. Hele handige kastjes. Voor alle lamineervellen, boeken, noem maar op. Ik heb hier al, dat prachtige kastje uit de Flex Rustruimte. Er staan nu de mappen in. Suzanne de Puzzel, niet te vergeten. Ja, ik kan niet wachten tot we gaan beginnen. Ik ben erg tevreden. Ik wens jullie alle sterkte. Ja, kijk, natuurlijk hebben we ook een hele mooie fit- en vertelruimte. Kees Jan, vertel eens. Zeker. Al het oude apparatuur die staat er nog. En we kunnen, we zouden weer heel goed aan de slag kunnen. Helaas moeten we nog even wachten. Maar zoals jullie zien, alles staat er weer. Het krachthonk, de fietsen, de lichtfietsen, het roeiapparaat. Er staat nu wel het een en ander omheen. Maar zodra we weer aan de slag kunnen, gaan we daar weer met frisse moed mee aan de slag. Eerder hadden we natuurlijk nog ruimtes in het blauwe gebouw waar we gebruik van maakten. Dat hoeft nu niet meer. Want nu hebben we hier twee hele mooie ruimtes waar we die activiteiten in kunnen doen. Dit is een mooie gespreksruimte. En hier daarnaast hebben we nog eenzelfde ruimte. Hier zijn we nog bezig met wat dingen op te ruimen.
Kijk, en hier is de mooie spelletjeskast. Dus hier kunnen ook de hersengymactiviteiten gegeven worden. Natuurlijk hebben we ook kantoorruimte. Kijk, we hebben er twee. Linksaf is het dagbestedingskantoor. Kijk, Leo is druk bezig. Heel druk. Kees-Jan is druk bezig. Dus hier vermaken wij ons nu ook wel eens. Met de kast, met al onze rommeltjes. Het andere kantoor. Dit is het kantoor van individuele begeleiding. Die zijn dus ook met ons mee verhuisd vanuit het blauwe gebouw naar het ziekenhuis. Wij hebben ze alleen nog niet gezien, aangezien hun allemaal vanuit huis werken. Dus we hopen ook hun snel te zien. Tegenover de kantoren zijn drie flexruimtes. Die zijn handig voor één-op-één gesprekken. Zodat individuele begeleiding bijvoorbeeld ook hier een gesprek kan doen. De kat is ook meegekomen. Die heeft hier ook een eigen ruimte. En als wij dus eventjes hard willen werken en zonder gestoord te willen worden, dan kan dat ook in deze ruimte. Nou, zoals jullie zien is dit een toilet. Jullie niet geheel... hier kan ik de mensen helpen die mij hulp nodig hebben. En ik hoop jullie natuurlijk weer heel snel te zien en jullie hier te mogen helpen. En het is heel mooi ruim. Kijk. Het is heel groot. Er kunnen wel drie rolstoelen tegelijk in. Gaan we natuurlijk niet doen. Maar het kan wel. Hebben nog het epicentrum van de koffie, de thee. De snelle vaatwasmachine, de wasmachine, de droger. Van hieruit zullen we dus de koffie gaan zetten en rond gaan delen. Daarvoor hebben we nu ook een heel mooi karretje. Zodat dat makkelijk kan gebeuren. Ook hebben we natuurlijk een rustruimte. Kijk. Deze is veel groter dan dat we eerder hadden. Dus dat is erg fijn dat we nu hier wat ruimer kunnen rusten.